Welkom, goedendag, vanuit de studio van de Academie voor de Rechtspraktijk, gelegen in het kasteel Waardenburg, het kasteel met de Faustlegende. Vandaag alweer nummer 37 van de Roundtables en vandaag staat heel in het teken van het arbeidsrecht. Vandaag gaan we drie recente uitspraken bespreken met twee topadvocaten op het gebied van het arbeidsrecht. Twee allebei advocaten bij Paul de Oberman. Ik wil ze even kort aan u voorstellen. Allereerst beginnen met Kim Deelen. We mochten elkaar tutoyeren, dus bij deze zeker gelukkig. Maar Kim is reeds al 8 jaar advocaat bij Paul de Oberman. Kun je iets meer vertellen over jouw achtergrond en welke rechtsgebieden je echt, of onderdeel van het arbeidsrecht, je behandelt? Ja, zeker. Ik werk dus bij Paul de Oberman Advocaten. Zet het naar mijn zin. Arbeidsrecht. We zijn een niche kantoor. Dus dat betekent dat we echt ons richten op het arbeidsrecht. Ook het medezeggenschapsrecht. In het bijzonder vind ik het ook leuk om met modebedrijven bezig te zijn als cliënten. Want ik heb toevallig ook een modeopleiding gedaan, voordat ik rechten ging studeren. Ja. En wat ik ook zag, als ik de site van jullie hier bekijk, het kantoor in Amsterdam, en ook lid van LNI Global. Kun je daar iets meer over vertellen wat dat precies inhoudt? Ja, dat is een internationaal netwerk. Wij zijn daar als Nederlands afgevaardigde kantoor arbeidsrecht aan verbonden. Vele andere kantoren wereldwijd, waardoor we dus deel uitmaken van een groot internationaal netwerk. Op het moment dat we in Duitsland advocaten nodig zijn, Engeland, Frankrijk, Amerika, noem het maar op, dan kunnen we LNI Global inschakelen en heel snel schakelen. Dat is mooi. En naast Kim zit Karel Hildebrand. Welkom ook. Reeds 12 jaar advocaat bij het kantoor. Kun je iets meer vertellen over jouw achtergrond en welk onderdeel van het arbeidsrecht jij voornamelijk behandelt? Ja, zeker. Ja, ik ben eigenlijk heel breed bezig in het arbeidsrecht. Met een paar specifieke aandachtsgebieden. Ik doe vrij veel in onze internationale praktijk. Met name daarom de LNI. Precies, ja. Dus ik werk veel samen met zeg maar onze zusterkantoren van LNI Global. En dat gaat dan aan de ene kant buitenlandse ondernemingen die in Nederland zitten. Dus dan schakelen we met bijvoorbeeld een HR in Londen. Maar het zijn ook wel Nederlandse cliënten die vestigingen hebben in het buitenland. En die zeggen van, nou, ik heb een werknemer in Duitsland en daar wil ik vanaf of daar is een probleem mee. En dan lossen we dat op via onze Duitse kantoor. Wat ik ook zie als ik jullie site bekijk, want dat heb ik natuurlijk al een beetje voorbereid, zie ik ook dat jullie als kantoor de chroniek arbeidsrecht schrijven. Wat is nou de leukste uitspraak die je daar hebt besproken in die chroniek? Ja, er zijn elk jaar eigenlijk zijn er veel leuke uitspraken die voorbij komen. Dus het is voor ons altijd wel een opgave om de uitspraken te selecteren die we bespreken. Het aantal woorden is natuurlijk beperkt dat we kunnen gebruiken. Ik denk echt een belangrijke uitspraak van afgelopen jaar, dat ging over de uitzendovereenkomst. En de vraag of daar, wat wij dan juristen noemen, een allocatiefunctie voor vereist is. Ja. Dus dat was ook wel maatschappelijk een belangrijke uitspraak, want dan is het de vraag van, geldt het alleen voor echte klassieke uitzendondernemingen zoals Randstad? Of vallen daar bijvoorbeeld ook alle payroll-constructies onder, waar veel kritiek op veel is? Veel nieuws gehaald. Ja, absoluut. Ja. Nou, top, dankjewel voor de korte toelichting. We gaan nu snel over naar de inhoud van dit webinar. Jullie hebben 3 leuke uitspraken uitgekozen. Er is een uitspraak van het Hof van Justitie van 14 maart over geen vrijbrief voor mijn hoofddoek op de werkvloer te dragen. Die is een uitspraak die wordt behandeld. Een andere uitspraak is de musical Sky in het ontslagrecht, wat daarmee gebeurd is. Ook het nieuws veel bereikt, zoals we ook zien in de PowerPoint. En een andere uitspraak over opvolgend werkgeverschap. En we willen vandaag beginnen met deze uitzending met de uitspraak van het Hof van Justitie. En we hebben gesproken, Karel, jij zou daarmee de aftrap doen. Ja. Kun jij de uitspraak kort duiden? Zeker, ja. Ik zou willen beginnen. Je zei het al, dat die uitspraak vrij veel in het nieuws geweest is. Ja. Dus ik heb, om dat even te illustreren, op de slides wat krantenkoppen opgenomen. En wat we het meeste zagen in het nieuws is dat er werd gekopt, de werkgever mag de hoofddoek verbieden. We zullen zo zien dat dat niet helemaal een juiste vertaling is van dat arrest. Een aantal kranten kopten anders. Bijvoorbeeld Trouw, die zei eigenlijk juist het tegenovergestelde. Verbod op hoofddoek mag niet. Nou, dat klopt ook niet helemaal. En wat we hier ook zien, dat is een kop uit een persbericht van het College voor de Mensenrechten. Het Nederlandse college, en die kopte uitspraak Hof van Justitie, geen vrijbrief om hoofddoek van werkvloer te weren. Dat komt denk ik het dichtste in de buurt van wat het Europese Hof zegt. En wat is dat dan precies?
En waarom is er zoveel onduidelijkheid over? En waarom is er zoveel onduidelijkheid over ook? Ja. Ja, en ik denk dat, misschien om net dat laatste te beginnen, het gaat om twee zaken bij het Europese Hof. De ene zaak speelde in België en de andere zaak speelde in Frankrijk. In de Belgische zaak ging het om een receptioniste van het bedrijf G4S. En zij was ontslagen omdat zijn hoofddoek wilde dragen en dat bedrijf had een reglement waarin stond dat het niet toegestaan was om zichtbare tekens van religieuze, politieke of filosofische overtuigingen te dragen. Ze was in 2003 in dienst getreden. Toen was er al een soort van ongeschreven regel dat dat niet mocht. Vervolgens 3 jaar later had ze aan haar werkgever gezegd van ik wil eigenlijk toch wel een hoofddoek gaan dragen. En in datzelfde jaar is die ongeschreven regel vastgelegd in een arbeidsreglement. En de reden daarvan voor G4S om dat te doen, om zo'n regel te hebben, was dat zij zeiden, wij willen eigenlijk als bedrijf een neutrale uitstraling hebben richting klanten. Dus zeiden ze tegen die werknemster van ja, je kan in de functie die jij hebt, receptionisten, geen hoofddoek dragen. Ze wilden dat toch blijven doen en vervolgens is ze ontslagen. Dat waren de feiten in de Belgische zaak. Ook in 2006 ontslagen? In 2006 ook ontslagen, ja, klopt. Ja. In de Franse zaak lag het iets anders. Dat was een mevrouw die vervulde de functie van projectingenieur voor een ICT-adviesbureau. En zij werd gedetacheerd bij klanten onder meer. En op een gegeven moment werkte ze bij een klant en droeg ze een hoofddoek. En die klant die zei van ja, eigenlijk stellen we dat niet zo op prijs. Een groot deel van ons personeel voelt zich daar ongemakkelijk bij. Dus die zei tegen de werkgever, dat bedrijf heette Micropol, wij willen eigenlijk geen medewerkers meer van jullie met een hoofddoek. Toen zei die werkgever tegen die mevrouw van nou, wil je je hoofddoek dan afdoen als je naar die klant gaat? Dat weigerde ze. En vervolgens werd ze ook ontslagen. Hier speelde dat die werkgever had gezegd, eigenlijk al voor in diensttreding, en dat hebben ze bij het ontslag herhaald. Ja, in principe staan wij wel open voor de vrijheid van godsdienst. Dus wat ons betreft is het niet een probleem dat je een hoofddoek draagt. Maar het zou wel kunnen dat we je dat moeten verbieden als een bepaalde klant dat, dat niet wil hebben. En dat gebeurde dus in deze zaak. En is ook in dezelfde periode, ook 2006 en 2007 Frankrijk? Volgens mij speelde dit iets later. Dat ontslag, als ik het goed heb, was het in 2012, 2013. Maar het was iets later dan de andere zaak. Ze waren het allebei niet eens met ontslag. De Belgische en de Franse werknemster zijn naar de rechter gegaan. En daar kregen ze eigenlijk in eerste twee instanties nul op het rekest. De Belgische en Franse rechter zeiden van nou, dat ontslag kan wat ons betreft wel in stand blijven. Toen hebben ze cassatie ingesteld bij de hoogste rechter van hun land. En die zei van nou, ik wil eigenlijk wel wat meer informatie hebben over hoe dat op Europees niveau moet worden uitgelegd, die regel. Want op Europees niveau hebben we een richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep. En degene die gaat over de uitleg daarvan, dat is het Hof van Justitie van de EU. En die nationale rechters die kunnen, als ze meer informatie willen hebben over hoe die richtlijn moet worden uitgelegd, kunnen ze dat kunnen ze een vraag stellen aan dat Hof van Justitie. Nou, dat hebben ze allebei gedaan. Het Hof, dat worden prejudiciële vragen genoemd. Het Hof die gaat dan niet kijken, gaat niet echt een beslissing nemen in die zaken. Maar die gaat kijken naar, of die gaat een soort van handvatten geven van nou, hoe moet je daar nou mee omgaan. En dat hebben ze ook in deze zaken gedaan. En met die handvatten kan dan de nationale rechter uiteindelijk een definitieve eindbeslissing nemen. Als ik jou even mag onderbreken, sorry. Maar dus op 14 maart komt dat advies, dus van hoe je het zou moeten uitleggen. En nu ligt het weer bij België en Frankrijk. Bij het hoogste recht om daarover te oordelen. En heb je daar enig idee van wanneer zo'n uitspraak weer zou kunnen komen? Dan echt zo'n uitspraak met de opmerking van het Hof van Justitie? Nee, dat is moeilijk inschatten. Ik weet niet hoe lang het in België en in Frankrijk duurt. Maar ik kan me voorstellen dat er wel toch wel even tijd overheen gaat. Ja. Nee, dus we weten ook nog niet wat er uitgekomen is. Maar als we die arresten van het Hof van Justitie lezen, dan kan je eigenlijk wel heel goed voorspellen wat de uitkomst is in beide zaken. En dat beantwoordt eigenlijk een beetje aan de tweede vraag die je net stelde. En waar komt die verwarring vandaan?
Ik denk dat vrij duidelijk is dat in de Belgische zaak het hoofddoekverbod wel werd gehonoreerd, toelaatbaar geacht. En in de Franse zaak niet. Dus dat verklaart ook wel een beetje de hoek, ja. De verschillende krantenkoppen. Aha. En hoe zit dat dan in elkaar? Hè? Wat heeft het Hof van Justitie dan gezegd? Wanneer mag het wel en wanneer mag het niet? Ja, dat is natuurlijk belangrijk ook voor de praktijk hier. Zeker, ja. Ja, dat werkt door in ook in Nederland, hoe we met onze gelijke behandelingswetgeving om moeten gaan, hoe we dat moeten uitleggen. En ik denk dat we daar het beste in eerste instantie voor naar de Belgische zaak kunnen kijken. Dat is ook de zaak waarin het Hof als eerste een uitspraak heeft gedaan. En waarin het Hof een vrij duidelijk kader geeft, juridisch kader, op basis waarvan je kan toetsen of je wel of niet zo'n hoofddoek kan verbieden. Ja. En het Hof gaat een aantal juridische punten langs. Het begint met de vraag of dat beleid van G4S, die Belgische werkgever, of dat nou leidt tot directe discriminatie of indirecte discriminatie. En daar zegt het Hof van, nou, wat ons betreft zien we dat als indirecte discriminatie. En de reden daarvan is dat het een beleid was dat zich richtte tot alle werknemers en dat een verbod inhield van alle tekens van alle religieuze en levensovertuigingen. Dus zo redeneert het Hof vanuit richt zich niet tot één specifieke groep. Persoon, maar, en ook niet alleen tot religie, maar heel breed tot alle overtuigingen. We hebben daar op kantoor best wel wat discussie over gehad. Van, is dat nou een juist oordeel van het Hof of niet? Je kan daar op verschillende manieren denken. En ik ben wel benieuwd naar die discussie. Naar kijken, ja. Ja, wat, ik denk, kijk, je kan zeggen, op zich is die redenering van het Hof, kan je zeggen, die kan je qua logica wel volgen. Maar je zou ook wel kunnen zeggen dat dat beleid wel heel rechtstreeks al die overtuigingen verbiedt. En die richtlijn die biedt bescherming om die overtuigingen te kunnen beleiden. Dus je zou kunnen zeggen dat G4S met dat beleid wel rechtstreeks zegt van, nou, die overtuigingen mag je niet uiten. En bij indirect onderscheid dan moet je toch meer denken aan een regel die op het eerste oog neutraal lijkt, maar die dan via een omweg wel leidt tot discriminatie. Waar hier eigenlijk heel expliciet wordt gezegd van, nou, je mag dat gewoon niet uiten. Dus je zou het ook best wel direct kunnen noemen. En ook als je dan gaat kijken van, nou, wat zegt dat beleid precies? Nou, alle uitingen, religieus, politiek, filosofisch. En dan zou mijn vraag aan jou zijn, ja, wat voor politieke en filosofische uitingen kom je zo tegen in het dagelijks leven? Nou, het zijn er toch, je kan ze misschien wel bedenken, maar het zijn er toch niet heel erg veel. Dus dan zou je ook best wel kunnen denken van feitelijk eigenlijk is dat beleid toch wel vooral gericht op religieuze uitingen. De consequentie daarvan zou zijn, als je zou zeggen van, het is toch direct onderscheid, dat het in principe helemaal niet is toegestaan. Dus dan ben je heel snel klaar met de zaak. Ja. Maar als je dan doorredeneert, als je dan zegt, het is die uitspraak van het Hof is er in de Belgische zaak, als je die zou moeten, stel voor ik ben werkgever en ik heb ook met medewerkers te maken die ook misschien religieuze hoofddoek zou willen dragen. Wat zou ik, als ik dat niet zou willen, stel ik zou het niet, wat zou ik daarvoor moeten doen of kunnen doen? Of is dat een hele rare vraag in verband met deze uitspraak? Nee, dat is dat is denk ik een hele terechte vraag. Want er zijn werkgevers die dat dus eigenlijk liever niet willen op de werkvloer. Hè, zoals bijvoorbeeld hier G4S. En er zijn, als dat dan indirect onderscheid is, dan moet je, in principe mag dat niet. Maar er is wel een uitzondering, namelijk als daar wat wij dan noemen een objectieve rechtvaardiging voor is. En daar heb je eigenlijk drie criteria waar je aan moet voldoen. En dat is dat je een legitieme reden moet hebben. Dat de manier waarop je dat wil bereiken, dat passend moet zijn. En dat het niet verder gaat dan strikt noodzakelijk. En eigenlijk wat het Hof hier doet, is heel mooi die drie punten langslopen. En die zegt dan legitieme reden. Nou, die uitstraling van neutraliteit naar klanten toe, zeggen zij, dat vinden wij een legitieme reden. En ze verwijzen daarbij ook nog naar het vrijheid van ondernemerschap. Dat ook in het Europese handvest is vastgelegd. Dus met die vraag hebben ze eigenlijk een heel duidelijk antwoord. Die kun je bovenal toepassen eigenlijk. Specifiek over neutraliteit en klantcontact. Maar overal waar dat speelt, zou je kunnen zeggen, heeft het Hof... Dan kun je weer punt. Exact, ja. Als het gaat dan om het passend middel,
dan zegt het Hof van, nou, op zich is zo'n verbod, zo'n beleid wat G4S hier had, dat is een passend middel om die uitingen te verbieden. Maar dan vinden we het wel belangrijk dat het coherent en systematisch wordt nagestreefd. Dat wil eigenlijk zeggen dat als je een beleid hebt als werkgever, dat je dat wel consequent moet toepassen. Dus niet zeggen van, nou, een hoofddoek mag niet, maar een klein kruisje zie je bijna niet. Ja, of de ene werknemer anders behandelen dan de ander. En dan het derde punt. En dat gaat over die noodzakelijkheid. En daar van zegt het Hof van, ja, als werkgever, als je dan zo'n inbreuk maakt op een grondrecht, dan moet je wel zorgen dat het niet verder gaat dan strikt noodzakelijk. En dan zeggen ze, in dit specifieke geval gaat het om een neutrale uitstraling richting klanten. Dus dan mag het ook alleen maar gelden voor die werknemers die klantcontact hebben. En als iemand in de back-office werkt en alleen maar contact heeft met collega's, dan kan die dus niet onder dat beleid vallen. Dus dat is toch wel een bepaalde beperking nog. Maar is het dan niet, als ik jou maar ontbreek, niet dat je één keer zeg je, het tweede deel is van, het moet passend zijn, mag niet, het moet voor iedereen zitten, het kruis niet. Ja. Maar op het moment dat je een andere functie hebt, dan zou het wel mogen. Strijden die twee niet met elkaar? Passend door te zeggen, kruisje, dat mag ook niet, allemaal hetzelfde. Maar jij gaat niet bij klantencontacten, dan mag je het wel. Of moet je daar ook weer heel duidelijke richtlijnen of binnen bedrijf dat neerzetten? Ja, dat moet je dus wel doen. Ja, want het Hof zegt eigenlijk dat die uitstraling van neutraliteit, en het gaat om een uitstraling tegenover derden. Dus je mag niet zeggen van, kijk, als bedrijf willen we dat gewoon überhaupt niet hebben. Maar je mag wel zeggen, we willen naar derden toe. Willen we neutraal overkomen. Okay, en als jij dan ergens zit op een kamer waar je werk doet zonder dat je ooit een derde ontmoet, dan heeft dat eigenlijk geen. Oké, dan valt die andere het ook. Precies. Ja. En dan is er nog een laatste punt als het gaat om die toets, wanneer mag het wel en niet, en wanneer mag je ook de consequentie van ontslag eraan verbinden. Hmm. En dat hangt eigenlijk samen met weer dat klantcontact. Zegt het Hof, stel bijvoorbeeld in dit geval de receptioniste, lijkt als je dat zo leest, mocht G4S dat verbieden. Maar voordat ze tot ontslag overgaan, moeten ze dan wel onderzoeken of er niet een andere functie beschikbaar is, waar dat probleem niet speelt. Dus een functie dan zonder klantcontact gaat het. Dus dat is eigenlijk het kader wat het Hof hier schetst. En dat zijn toch wel vrij duidelijke duidelijke richtlijnen, ook best wel werkbare, denk ik, handvatten voor de praktijk om te kijken, nou, wanneer kan het nou wel en wanneer kan het nou niet. Ja. In de tweede zaak, en daar zal ik even nog ik ben niet snel tevreden. Ja, heel goed. Ik heb wel de vragen. Ja. Maar krijgen jullie in met die Belgische zaak, krijg je ook als kantoor die deze vraag, omdat het natuurlijk het nieuws heeft gehaald, krijg je daarna ook veel vragen over en dat je dan inderdaad moet adviseren in het achterhoofd deze vier onderdelen? Speelt het in de. Ja, ik denk dat ik wel kan zeggen dat het speelt. We hebben niet zo lang geleden een cliëntseminar gehad. Dus dan een soort workshop met cliënten waar we een beetje met elkaar brainstormen over de actualiteit. En daar stond ook dit onderwerp op de agenda, hebben we ook besproken met elkaar. Daar merkte je toch wel dat het bij veel cliënten wel echt. Niks natuurlijk dat het de kranten het oppakken. Ja, en ook omdat het onduidelijke berichten zijn. Ja, dat mensen waarom, afvragen van welke kant moeten we dan op in de praktijk? Je kunt natuurlijk die vier onderdelen kun je nog redelijk, dat is wel redelijk duidelijk, maar je kunt dan een redelijk beetje interpreteren. Maar dat ze wel iets moeten gaan doen, dat is wel duidelijk aan deze uitspraak. Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat ik denk een van de conclusies van deze uitspraak is dat de mogelijkheden ruimer zijn geworden. Als je kijkt bijvoorbeeld naar hoe het Nederlandse College voor de Mensenrechten hierover oordeelde, en dat is ook wel een beetje in lijn met wat andere rechters hierover oordeelden, was dat er wel een veel strikter onderscheid was tussen dat direct en indirect onderscheid. En dat het eigenlijk alleen toegelaten was als het een legitiem doel had, wat niet zozeer in commerciële op een commercieel belang was gegrond. Dus dan kan je bijvoorbeeld denken aan veiligheid of hygiëne. Een functie misschien als je
een kettentje kan je denken. Er was bijvoorbeeld een zaak in Nederland over iemand die in het openbaar vervoer werkt en die een kettentje wilde dragen met een kruisje daaraan. Wat werd verboden, omdat daar werd gedacht van ja, dat is toch, als je dan als conducteur dat doet, het is niet veilig, het hangt los, iemand kan eraan gaan trekken. Ja. Terwijl een hoofddoek in het openbaar vervoer daarvan werd gezegd van ja, daar zien we eigenlijk niet een bezwaar tegen. En als je nu kijkt naar deze uitspraak, dan is die grens wel wat opgerekt. Want een neutrale uitstraling, dat kan je natuurlijk zeggen als bedrijf, dat willen we hebben. Nou, ik denk dat we redelijk kunnen veronderstellen dat er altijd wel een bepaald commercieel belang achter zit. En wat in feite, denk ik, waar het Hof nu, wat het Hof heeft toegelaten, is dat een bedrijf met een commercieel belang inbreuk kan maken op een grondrecht. Dus daarmee wordt wel de ruimte voor werkgevers behoorlijk opgerekt om dat te kunnen doen. En als ik nu naar de toekomst kijk, over 5 jaar, zouden veel zaken aanhangig worden gemaakt om ontslag te komen met het dragen of niet dragen van de hoofddoek of van een kruisje. Wat denk je, als je in de toekomst kunt kijken, zouden er veel ontwikkelingen zijn hier? Nou, kijk, je zou zeggen aan de ene kant, dit geeft wel wat duidelijke handvatten. Hmm. Aan de andere kant zijn er ook nog wel wat grijze gebieden waarvan je kan afvragen van ja, kijk, hoe moet je daar dan in de praktijk mee omgaan? Dus er is zeker nog wel ruimte om hier verder over te discussiëren. En iets wat je kan afvragen is van nou, is een hoofddoek altijd een religieuze uiting? Stel dat iemand zegt van ja, ik wil dat dragen omdat ik dat mooi vind. Ja, hoe moet je daar dan mee omgaan als werkgever? Dat zou een volgende uitspraak, volgend arrest zijn van het Hof. Ja, dat zou ik precies. Dus met principiële vragen van mag dat dat kader wel? Ja. Maar ik heb je te veel onderbroken, Harold. Ik geef je weer het... Ja, nou dan zal ik nog kort iets zeggen over die Franse zaak. Want die was in zoverre anders dat het daar eigenlijk veel meer ging om de wens van de klant. En dat bedrijf zei van, nou ja, wat ons betreft hebben we daar niet zo'n probleem mee. Maar het kan wel zijn dat onze klanten dat niet willen. Ja, en dan moeten we je toch vragen om die hoofddoek niet te dragen. Dus het was een ander type zaak. En de vraag aan het Hof van Justitie door de Franse cassatierechter was daarom ook anders. En die vraag was, kan je die neutraliteit, die Franse werkgever zei ook van nou, dat is wat ons betreft ook een beginsel van neutraliteit. Dus die had wel hetzelfde argument als de Belgische werkgever. Maar die was wat selectiever in wanneer moet je dat toepassen en wanneer niet. En die Franse rechter die vroeg aan het Hof van Justitie van kan je die neutraliteit nou zien als een, wat we dan noemen, een wezenlijk bepalend beroepsvereiste. En dat betekent dat het een vereiste is dat eigenlijk onlosmakelijk verbonden is met de functie. En een heel klassiek voorbeeld, dat zijn bijvoorbeeld leden van de rechterlijke macht. Waarvan je kan zeggen, ik denk dat iedereen dat begrijpt, die moeten neutraal zijn, die moeten onpartijdig zijn. Dus die neutraliteit is eigenlijk onlosmakelijk verbonden met die functie. En als dat zo is, dan rechtvaardigt dat een onderscheid. En dan rechtvaardigt dat zelfs direct onderscheid. En dat had die werkgever aangevoerd. Die zei van, ja, die neutraliteit is eigenlijk voor ons een wezensbepalend kenmerk van die ingenieursfunctie. En daar maakt het Hof van Justitie eigenlijk korte metten mee. Die zegt van, ja, zo'n beroepsvereiste, dat moet wel gebaseerd zijn op objectieve criteria. En hier gaat het om de wil van of de wens van de klant. Nou, dat is niet objectief. En eigenlijk gaat het nog verder. Het gaat niet eens om de wens van de klant, maar het gaat om de wil van de werkgever om die wens van de klant in dit specifieke geval te volgen. Ja. Dus dat is eigenlijk een puur subjectieve beoordeling. En zegt het Hof van Justitie, ik denk heel terecht, van ja, dat kan niet reden zijn om dat aan te merken als zo'n wezensbepalend beroepsvereiste. Wat jammer is dat het Hof eigenlijk dan niet iets zegt hierover of dat nou direct of indirect onderscheid is. En ik denk als je daar in deze zaak naar zou kijken, dan zou best wel de conclusie kunnen zijn dat het in dit geval wel direct onderscheid is. Omdat er niet zo'n beleid is dat zich richt tot alle werknemers die alle uitingen verbiedt van zowel religieuze als andere levensbeschouwelijke overtuigingen. Het Hof laat dat hier een beetje in het midden en zegt eigenlijk van nou, ik heb in die Belgische zaak daar wat over gezegd. Ik heb gezegd van nou, als het dan wel indirect onderscheid is, dan heb je een set criteria op basis waarvan je waar je mee kan werken.
Franse rechter, dat moet je zelf beoordelen. Dat heb ik je in die andere zaak gegeven, dus daar ga ik nu niet op in. Je vroeg mij of ik het moet zien als een wezenlijk bepalend beroepsvereist. Nou, dat is het in dit geval niet. Dus dat verklaart, ik denk als je naar die twee zaken kijkt, waarom het dan in het ene geval wel kan en in het andere geval niet kan. Ja, het is ook veel losgemaakt in ieder geval. Of je dat in de toekomst veel ziet voorkomen. Dat moeten we even natuurlijk wel afwachten. En wat denk je, die uitspraken van Frankrijk en België gewoon conform het advies of de uitspraak van het Hof? Dat je zegt, nou, die neem dat gewoon over, dat klaar. Duidelijk wat jij nu gezegd hebt, dat ze dat ook zullen doen? Ja, het ligt wel in de lijn der verwachting dat het dus in het Belgisch geval wordt toegestaan. Dat hoofddoekverbod en in het Franse geval niet. Tenzij blijkt dat misschien de feiten toch wat anders liggen dan ze in de, aan het Hof van Justitie zijn gepresenteerd. En ik denk ook wel, dat is misschien een aardige afsluiter voor dit onderwerp. Ergens in de tijd moet ik direct wel streng zijn. Ik denk dat het laatste woord hier nog niet over gesproken is. En dat je ziet ook wel dat het erg leeft in Nederland en ook in andere landen. We hadden recent natuurlijk in het nieuws dat de politie overweegt om hoofddoekjes toe te staan bij agenten. Als je kijkt naar het buitenland, dan zie je grote verschillen in hoe ze daar mee omgaan. In Engeland is het eigenlijk al heel lang hartstikke normaal dat bijvoorbeeld agenten hoofddoekjes dragen. Terwijl in Frankrijk die neutraliteit voor de overheid echt in dat Franse systeem zit. En zelfs in de grondwet staat dat alles wat met de overheid te maken heeft neutraal moet zijn. Dus je ziet heel erg, je ziet vrij grote verschillen tussen landen, ook in culturen, hoe ze daar mee omgaan. En ik denk dat de kans best wel groot is dat het Hof van Justitie daar ook wel in zekere zin rekening mee heeft willen houden om landen de ruimte te geven om dat op een eigen manier eigenlijk in te vullen. Ja. Maar de Frans is natuurlijk wel een beetje, als ik het zo hoor, een beetje makkelijk. Van, ja, als mijn klant het wil, voor mij mag het, maar mijn klant wil het niet, dan moet ik... Heel makkelijk eigenlijk, toch? Ja, en ik moet eerlijk zeggen, toch? Ik ben het helemaal met je eens, maar het zette mij wel aan denken. Want ik dacht, stel nou dat dat Franse bedrijf zo'n beleid had gehad als het Belgische bedrijf. Mm. Dus een beleid op basis waarvan je zou zeggen, nou eigenlijk mag het wel. Maar dat ze in dat beleid hadden gezegd, we hebben een verbod op hoofddoekjes. Maar als nou een klant er geen bezwaar tegen heeft, dan vinden we het ook goed. Goed, hoe kijk je er daarnaar? Dan kan je aan de ene kant zeggen van je moet als werkgever niet verder gaan dan strikt noodzakelijk. Mm-hmm. Nou, als je het in die sleutel uitlegt, zou je zeggen, dan bied je eigenlijk meer, je maakt minder inbreuk op de vrijheid. Want er kunnen vrijheid van godsdienst van die werknemer, want er kunnen klanten zijn die geen bezwaar hebben. Aan de andere kant strijdt het ook wel een beetje met dat principe dat je als bedrijf neutraliteit wil uitstralen. Want dat past er niet helemaal bij dat je daar selectief mee omgaat. Maar ook daar, dat zie je weer, je kan daar best wel op verschillende manieren naar kijken. En ik kan me voorstellen dat zo'n discussiepunt, dat we dat nog wel weer eens terugzien in de rechtspraak op een later moment. Dat maakt het recht ook wel leuk, hè? Het is altijd discussie, toch? Ja, dat blijft zo. Nee. We moeten even snel deze zaak even laten voor wat het is. Want we gaan nu naar een volgende uitspraak. En die heeft ook het nieuws gehaald. Dat is de musical, als ik het een beetje gekregen ben, het nieuws van Marco Borsato, toch? Ja, dat die niet zo. John Eubank. John Eubank, die hele mooie, met al 3D musical, wat niet helemaal geslaagd was met bezoekersaantallen. Nee, het werd wel met veel bombarie ging die in première. Veel pers eromheen natuurlijk. Marco Borsato musical, John Eubank, dat zijn niet de minste namen. Ja. Ze hadden inderdaad bepaalde 3D-technologieën waarom dan die set te kunnen projecteren. Dus dat werd, groot aangepakt. Hooggespannen verwachtingen. En dan komt er een keer de klad erin en dan komt er een... Drie maanden heeft het geduurd. En daarna wordt er fel geprocedeerd en heeft geresulteerd in een uitspraak. Ja, dus inderdaad, na 3 maanden werd dus de stekker getrokken uit dat prestigeproject van de mannen. En niet alleen werd de stekker getrokken uit dat project, maar ook uit de arbeidsovereenkomsten van de acteurs, onder andere, die daar die musical opvoerden. En dat deden ze op basis van een ontbindende voorwaarden, zij noemden het dan een projectclausule, die deze acteurs in hun arbeidsovereenkomst hadden staan.
En wat volgde was inderdaad een arbeidsrechtelijk geschil, wat uiteindelijk dus door het Hof Amsterdam moest worden beslecht. Maar het is misschien goed om even ontbindende voorwaarden terug te gaan naar de basis. Want bij een ontbindende voorwaarde denken we vaak toch wel aan bijvoorbeeld een verklaring omtrent gedrag die niet wordt afgegeven. Of misschien een Schipholpas die wordt ingetrokken terwijl je werkzaamheden daar moet verrichten. Dat zijn wel een beetje de sprekende voorbeelden die we kennen van een ontbindende voorwaarde. En dat betekent dat op het moment dat die voorwaarde intreedt, dat zo'n arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt. Op het moment dat je daar een bepaling over hebt opgenomen. De basis voor ontbindende voorwaarden ligt in het vermogensrecht. Boek 3, boek 6 concreet, van het burgerlijk wetboek. Daar zijn een aantal bepalingen in opgenomen. Een bepaald artikel dat zegt dat een rechtshandeling onder een voorwaarde verricht kan worden, tenzij dan uit de wet of de aard anders voortvloeit. En we hebben ook een artikel dat zegt van een verbintenis is voorwaardelijk wanneer dan bij rechtshandeling die werking afhankelijk is gesteld van een toekomstige onzekere gebeurtenis. Daar gaat het dan om. Op het moment dat wij alleen maar weten, we weten wel dat het gaat gebeuren, maar we weten niet wanneer, dan is het onder een tijdsbepaling. Dan is het geen ontbindende voorwaarde. Dus het moet echt een onzekere gebeurtenis zijn. Dus het kan ook zijn dat die niet intreedt, die gebeurtenis. En dan kom je nooit aan je ontbindende voorwaarde toe. Dat vermogensrecht, dat kan je ook van toepassing verklaren op het arbeidsrecht deels. En dan kan een rechtszoekende kan dan de regel kiezen die voor hem het meest gunstig is. En dat is dan zo tenzij arbeidsrecht echt een exclusieve werking heeft. Dat is een beetje de basis. Het arbeidsrecht zelf heeft ook wel wat opgenomen over ontbindende voorwaarden. Wat daar wel interessant aan is, is dat er twee ontbindende voorwaarden concreet worden uitgesloten. Dat is dan de situatie dat een werknemer in het huwelijk treedt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Of dat een werknemster zwanger is of moet bevallen. Ja, in die gevallen kun je geen ontbindende voorwaarden met elkaar afspreken. Ik denk dat we allemaal wel aanvoelen waarom dat is. En wat aardig is misschien nog als een hele kleine aanvulling, is dat vroeger dus wel de regels waren. Dus dat bij zwangerschap en in het huwelijk treden, dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigde. Dat waren langs tijden. Ja. Dat waren langs tijden. Ja. Zo, goed dat het veranderd is. Ja, en het is wel, je kan het ook andersom bekijken. Want inderdaad, je ziet nu dat die twee voorwaarden worden uitgesloten. Maar ja, als je het andersom bekijkt, de rest mag dus wel. Wel, ja. Want er worden er maar twee uitgesloten. Ja, even kijkend dan naar de rechtspraak. Want het is gewoon interessant om dat dan eens af te zetten tegen wat hier nu ook gebeurt. Ik heb even een knip gemaakt. Wet werk en zekerheid is 2015 in werking getreden. Eventjes de rechtspraak voor en na met betrekking tot ontbindende voorwaarden. De Hoge Raad heeft zich 5 keer uitgesproken over ontbindende voorwaarden voor de wet werk en zekerheid. Gelet op de tijd gaan we nu niet al die arresten met je doornemen. Dat is de volgende uitzending. Volgende uitzending. Maar het belangrijkste is vooral dat we even die criteria distilleren de Hoge Raad daaruit naar voren komen. De Hoge Raad past daarin niet alleen het arbeidsrecht toe, maar ook het vermogensrecht. Wat we dus net hebben gezien. Daar wordt de ontbindende voorwaarde erkend. En de Hoge Raad heeft gezegd van die ontbindende voorwaarde, dat kan in strijd zijn met dat gesloten ontslagstelsel, zoals we dat hadden voor de WWZ. Maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Dus de deur gaat open. Hoge Raad zegt ook vanwege dat stelsel, we hebben bepaalde manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen, moet het wel om een bijzonder geval gaan. Willen wij dit goedkeuren, zo'n ontbindende voorwaarde? Dus geen strijd met een wettelijke bepaling, geen omzeiling van een opzegverbod vanwege ziekte bijvoorbeeld. Dus van geval tot geval ga je dan bekijken van wanneer kan het? Wat in ieder geval naar voren komt uit al die arresten van de Hoge Raad, is dat zo'n ontbindende voorwaarde nietig zal zijn op het moment dat het geen objectief bepaalbare voorwaarde is en een werkgever daar invloed op kan uitoefenen. En dat wordt dan ook wel het triggerverbod genoemd. En dat voor het arbeidsrecht betekent dat hoe meer interpretatievrijheid er is in hoe zo'n bepaling is opgesteld, hoe meer vrijheid voor een werkgever, hoe groter de kans dat het niet geldig zal zijn, zo'n ontbindende voorwaarde. Want
het gaat om, hè, op basis van de wet, toekomstig onzekere bepaling. En op het moment dat een werkgever invloed heeft, dan haal je dat al weg. Ja. Het was in het begin ook wel zo dat het criterium was het inhoudsloos worden van een arbeidsovereenkomst. Op het moment dat je je werkzaamheden niet meer kan verrichten omdat je een bepaalde vergunning niet krijgt of een bepaalde pas. Ja, dan wordt je arbeidsovereenkomst inhoudsloos. Je ziet bij het laatste arrest wat de Hoge Raad hierover heeft gewezen, dat dat criterium meer een bijkomende omstandigheid is geworden. En niet zozeer meer een vereiste. Nou ja, dan is het interessant, vinden wij dan, als juristen. Want die wet werk en zekerheid komt. Ingrijpende wijzigingen in het ontslagstelsel. Maar er wordt in de parlementaire geschiedenis niet expliciet aandacht besteed aan die ontbindende voorwaarden. Die eerder genoemde bepalingen die ik aangaf, het arbeidsrecht, die zijn ongewijzigd gebleven. Nou, het vermogensrecht zijn ze sowieso niet aangekomen bij de WWZ. Dus wat gebeurt er nou eigenlijk na die wet werk en zekerheid? Nou, we hebben een handjevol uitspraken eigenlijk sindsdien, niet zoveel. Vooral lagere rechtspraak, met uitzondering dan nu van het Hof Amsterdam. In de Sky-zaak. Wat je eigenlijk ziet is dat al die rechters dat bestaansrecht van die onbindende voorwaarden, ook onder de wet werk en zekerheid, dat ze dat erkennen. Dat ze ervan uitgaan dat dat gewoon allemaal kan. Het wordt niet in twijfel getrokken. Ja. En die lijn van rechtspraak wordt in dat opzicht voortgezet. Ja. En één zaak willen we dus in het bijzonder even graag uitlichten hier. En dat is dan... daar is hij weer, Marco Borsato. Ja, en hij is toch uitgesproken door de heer Van der Meer, arbeidsrecht. Goed, wel. Zeker, een bekende naam. Ja. Dus een bekende naam, dus dat moet een goed vonnis zijn. Maar dat haal ik aan jou. Ze hadden in het begin alles wat geluk, maar goed. Concreet negen mensen, gaat het hier om acteurs, die hadden een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. En daar stond een bepaling in opgenomen, voor het gemak staat die ook even op de slide, dat die arbeidsovereenkomst dan productiegebonden was. Wat dan zou betekenen dat die arbeidsovereenkomst ook eerder zou kunnen eindigen dan die datum waar die opgesteld was. En dan indien en zodra de productie stopt. Dat is vrij breed, hè? Ja. En dan namelijk inderdaad op de eerste dag daarna. Dat klinkt logisch. Een paar van die negen mensen hadden ook nog dat zinnetje wat eronder staat. Wanneer de laatste voorstelling plaatsvindt, is afhankelijk van diverse externe factoren. Dus ergens klok en klepel hadden ze het wel een beetje begrepen, denk ik. Wat gebeurt er? Dat hebben we allemaal kunnen lezen in de pers. Niet iedereen wilde naar de musical. Dus tegenvallende kaartverkoop. En Sky trekt de stekker eruit. En een maand voordat ze die productie stoppen, krijgen de medewerkers krijgen een e-mail. Jongens, valt tegen, we houden ermee op. Ze doen ook een beroep op die bepaling, die projectbepaling, projectclausule. En ze zeggen, einde van rechtswegen. We hebben feitelijk ook geen keuze, want het geld is op. De investeerders hebben al veel meer bij moeten pompen. Het is dit of faillissement. Dus op het moment dat we ermee stoppen, dan zijn jullie arbeidsovereenkomsten ook inhoudsloos geworden. Want we stoppen met de productie. Je kunt je voorstellen dat die werknemers het daar niet bij laten zitten. Dus die zeggen van maar dit is niet objectief bepaalbaar. Want het stoppen van die productie, Sky, dat bepaal jij. En dat bepaal je op basis van financiële motieven. Ja. Omdat het niet goed gaat. Dus je hebt daarin wel je subjectieve waardering. En dat je zou denken, dat zijn natuurlijk wel die criteria waar we het net over hebben, die de Hoge Raad allemaal heeft uitgerold. Dat mocht nou juist niet. Dus, wat schetste onze verbazing? Wat gebeurt er bij de rechtbank Amsterdam? Nou, als ik even jou mag... Ik heb hem gelezen, ik heb niet gekeken wat de conclusie is van de Hof. Als ik dit zo lees, dus ik zie dit zo en ik ben al... En ik weet nogmaals, of fout of goed, dat weet ik niet. Ja, duidelijk, denk ik dan even als buitenstaander. Ik vraag even door, duidelijk, want... Ik zou het nu zeggen, maar misschien is het helemaal verkeerd. En houd op, er is geen geld meer.
We moeten stoppen. Dus ja, vervelend. Mm-hmm. Omdat het ook al in het contract staat. Mm-hmm. Ja, vervelend, maar je krijgt, het is klaar. Mm-hmm. Van rechtswege eindigt die. Mm-hmm. Dat is mij, als ik dit zo zie, los, nogmaals, ik weet niet, dan zou ik zeggen, ja, ga maar niet protesteren. Dat heeft mijn zin, maar misschien dat ik dan heel slecht advocaat zou zijn geweest. Nou ja, dat is wel, het is grappig, want dat zo, is, kun je er inderdaad ook wel naar kijken. Toen wij, denk dat Karel, dat je het wel met me eens bent, toen wij de uitspraak van de rechtbank Amsterdam lazen, waarin, die volgt jouw lijn. Nou, dan weet ik al, wat er gebeurt. De rechter die zegt namelijk inderdaad van, ja, inderdaad, Sky heeft als werkgever dat besluit genomen. Dat klopt, maar wordt hier een uitzondering geïntroduceerd dan, hè, wanneer dat dan wel mag. Mm-hmm. Die rechter zegt, ja, ieder redelijk handelende werkgever, die zou geen andere keuze hebben gehad. Want het was dit of faillissement. Ja. Faillissement is, heeft niemand iets aan, heel ingrijpend. Ja. Dus in dit geval zegt die rechter, zo'n formeel besluit staat hier die geldigheid van de ontbindende voorwaarden niet in de weg. Wat je dan alleen vergeet is dat de criteria van de Hoge Raad zijn helder. En aan de andere kant heb je ook die wettelijke bepalingen, de toekomstige onzekere gebeurtenis. Mm-hmm. Maar met name ook die criteria van de Hoge Raad, namelijk dat het niet in strijd mag zijn met het gesloten ontslagstelsel. En dat je geen subjectieve waardering mag hebben van een werkgever. Wat we net ook al zagen, dat hoe meer ruimte voor interpretatie, hoe eerder meer mogelijkheden je gaat creëren. Nou, als ik een beetje aanhaak bij jouw gevoel, want dat begrijp ik wel. Hè. Jij leest die feiten. Je denkt, kijk, in dit geval moet er wel een einde komen aan die arbeidsovereenkomst. En op zich kan je zeggen, dan zou ik zeggen, nou, daar ben ik het wel mee eens. Maar dan is toch de vraag van, ja, kijk, op welke manier moet dat dan eindigen? We hebben een bepaald ontslagsysteem. Waar je dan naar de rechter gaat of naar UWV en zegt van, nou, ik heb deze situatie, volgens mij moet er een einde komen aan de arbeidsovereenkomst. En dat kan worden getoetst en dan wordt een opzegtermijn in acht genomen en misschien nog een ontslagvergoeding. Terwijl bij die ontbindende voorwaarden is de consequentie dat als die voorwaarde intreedt, dan eindigt het onmiddellijk, automatisch door die voorwaarden. Dus al zonder opzegtermijn. Nou, dan kan je nog discussiëren of daar vergoeding moet worden betaald of niet. Hè. Volgens mij ga je daar zo nog, nog wat over zeggen. Maar dan kan je zeggen, misschien is de uitkomst wel duidelijk dat je bij een ontslag gaat uitkomen. Maar de route daarnaartoe, die heeft nogal consequenties voor de werknemers. Ja. En dat is ook precies wat er bij het Hof gebeurt. Het Hof geeft inderdaad ook aan van, beste Sky, dit is toch wel een manier om een preventieve toets te omzeilen. We hebben een UWV die oordeelt in bepaalde gevallen, we hebben een kantonrechter. Je kan een ontbindende voorwaarde hebben op het moment dat objectief is. Uh-huh. En dat moet wel met bepaalde waarborgen zijn omkleed. Precies om wat Karel nu ook zegt. Het stopt direct. Geen opzegtermijn, niets. Het stopt. En in dit geval heeft het te maken met financiën. Bedrijfseconomische situatie, dan zegt nu ook het Hof, van ja, dan had het toch op de weg van Sky gelegen om naar het UWV te gaan. En om daar ontslagvergunningen aan te vragen. En wat nog wel saillant detail hier is, dat de werknemers ook wel hebben aangevoerd van, ja, als Sky faillissement had aangevraagd, dan waren we nog beter af geweest dan in deze situatie van de ontbindende voorwaarden. Want bij een faillissement zegt een curator op, dan krijg je in ieder geval nog een deel van je opzegtermijn uitbetaald. En hier is het, bij een ontbindende voorwaarde, is het klaar. Dus dat is inderdaad ook het verschil van wat er aan de achterkant gebeurt op het moment dat je zoiets honoreert. De impact is veel groter. In dit geval uiteindelijk wordt Sky toch teruggefloten door het Hof. En wordt er toch gezegd van, ja, jullie hebben zelf die afweging gemaakt, maar dat had het UWV moeten doen. Maar misschien dat ik nu op glad ijs ga geven. Ik hoef geen antwoord te geven. Maar maar dan is het, als hij als Sky geadviseerd zou zijn geweest door even kijken natuurlijk. Dan zou je kunnen zeggen, die had moeten adviseren, ga eerst naar het UWV. In plaats van direct stop er maar mee. Klopt dat? Omdat je het voorbehoud aan het UWV, dat zij dat hadden moeten bepalen. Mm-hmm. Nou ja, dus zij doen een beroep op een projectclausule, hè, waar dat niet concreet in is benoemd. Nee. Dus dat is opengelaten. En op dit moment, het is de situatie geweest dat het inderdaad bedrijfseconomisch was, maar wellicht is de beredenering geweest van hen. Het had ook iets anders kunnen zijn.
wij doen gewoon een beroep op deze clausule. Los van om welke reden we die clausule inroepen. We hebben gewoon dat contractueel afgesproken en daarom doen we er een beroep op. Maar ik denk dat deze uitspraak van het Hof Amsterdam, dat dat terecht is. Ik kijk ook even naar jou. Ik neem aan dat je het met me eens bent. Ja, ik denk dat wij... Want als we met een van de meer gaan praten, hè? Want dat is niet goed. Dus, hè? Nee, ja. Ik denk dat wij allebei wel die uitspraak van het Hof heel juist vinden. En eigenlijk de uitspraak van de rechtbank niet. Onjuist. Ja. Dus eigenlijk zeg je daarmee eigenlijk gewoon, ik heb het ook onjuist. Eigenlijk zeg ik gewoon nu, ik ga nu gewoon... We volgen je standpunt niet, zeg je. Dat vind ik toch wel heel erg jammer. Nee, maar dat, ja. Dus dat is de uitkomst van deze zaak. Wat wel interessant is nog om hierbij te vertellen, is namelijk dat, gaan we even verder. Dat komt hier niet zo naar voren, want hier gaat het echt concreet om deze situatie. Het gaat erom dat er bedrijfseconomische omstandigheden waren. Er zijn nog niet zoveel uitspraken geweest over ontbindende voorwaarden na de WWZ. Maar er zijn wel een aantal knelpunten te benoemen. Die zijn nog niet aan de orde geweest in de rechtspraak. Wel in de literatuur wordt daar al gevlagd van dit zit er aan te komen. Ten eerste als je kijkt naar de limitatieve ontslaggronden die we nu hebben. We hebben veel meer rigide systeem. Je moet een gevulde grond hebben. Gronden mag je niet meer bij elkaar optellen. Kan niet meer afgekocht worden bij de rechter. De vraag is, we hadden een open norm. Het is nu veel strakker. Is die positie van zo'n ontbindende voorwaarde dan nog hetzelfde? En wat er nog bij komt bij die gronden, is dat we nu in de wet een herplaatsingsverplichting hebben voor werkgevers. Dus je komt pas aan die ontslaggrond op het moment dat je ook kan aantonen van, ik kan deze werknemer ook niet meer herplaatsen binnen mijn bedrijf, binnen mijn concern zelfs. We hadden voorheen, voor de WWZ, was die verplichting er ook wel, maar die was niet wettelijk vastgelegd. Nu is die echt wettelijk vastgelegd. De vraag is dan ook van, hoe verhoudt zich dat dan tot die ontbindende voorwaarden? Kan iemand, bijvoorbeeld in zo'n zaak als van Sky, kan zo'n werknemer dan zeggen van, herplaatsingsverplichting, kan die daar een beroep op doen? Ik zou menen van niet. Want we hebben gezien wat de criteria zijn voor die ontbindende voorwaarden. Die zijn het vermogensrecht, die criteria van de Hoge Raad. Zo'n extra toets van herplaatsing past daar niet bij. Nee. En bovendien zou die herplaatsingstoets dan ook plaatsvinden nadat je al die ontbindende voorwaarden hebt ingeroepen. Dus dan zou je iemand een nieuwe arbeidsovereenkomst aan moeten bieden. Wat ook weer natuurlijk een bijzondere verplichting oplevert. Dus ik zou denken dat er geen herplaatsingsverplichting is bij een ontbindende voorwaarde. Hetzelfde geldt wat mij betreft ook voor een transitievergoeding. Stel dat je contract hebt met een werknemer en die ontbindende voorwaarde die gaat na 2 jaar gaat die pas in. Ja, na 24 maanden op basis van de wet heb je een transitievergoeding moet je betalen. De wet geeft ook aan in welke gevallen dat dan is. Een van die situaties is bijvoorbeeld het van rechtswege eindigen van een bepaalde tijdcontract, ook na 24 maanden. Dat wordt ook gezien als initiatief van de werkgever om te beëindigen, want het wordt niet voortgezet. Maar in het geval van zo'n ontbindende voorwaarde, dat is interessant, want de Hoge Raad heeft bepaald, dan is sprake van een contract voor onbepaalde tijd. Want wat we in het begin ook, onzekere gebeurtenis. Voor hetzelfde geld wordt die niet ingeroepen. Dus dat is niet een situatie die onder de transitievergoeding valt. Dus je ziet dat de wet werk en zekerheid eigenlijk wel een beetje pijnlijk naar voren brengt. Dat mensen met zo'n ontbindende voorwaarde in hun arbeidsovereenkomst er behoorlijk bekaaid van afkomen. Geen opzegtermijn, geen transitievergoeding, geen herplaatsingsverplichting. Einde van rechtswegen. En dan moeten we misschien wel nog zeggen bij die transitievergoeding dat daar wel... Dus best wel veel wordt erover gediscussieerd hier, ook in de literatuur. En dat er ook wel wordt bepleit dat bij zo'n ontbindende voorwaarden onder de WWZ toch wel aanspraak bestaat op een transitievergoeding. En ik denk een probleem wat we hier zien, wat we bij de WWZ wel vaker tegenkomen, is dat de letterlijke tekst van de WWZ, de wettekst, een beetje op gespannen voet staat met... de bedoeling of wat als een wenselijke uitkomst wordt geacht. En dat te zoeken is naar, dat is voor ons natuurlijk als juristen heel erg leuk, maar dat het is zoeken is naar manieren om daar
een juridische oplossing voor te vinden. Ja. Dus daar is wel nu eigenlijk nog onzekerheid over de vraag bij zijn ontbindende voorwaarden. Zou je dan wel of niet aanspraak hebben op een transitievergoeding? En ja, de meningen zijn erover verdeeld. Ja, want je hebt aan de ene kant wat natuurlijk wenselijk is. Van nou ja, als iemand dan ook langer dan 2 jaar heeft gewerkt. Hè, zo'n ontbindende voorwaarde wordt wel op initiatief van de werkgever ingeroepen. Dus je kan je bedenken dat er argumenten ook zijn om te zeggen. Maar ik wil wel zo'n transitievergoeding. En de vraag is ook van ja, wetgever heeft er niet uitdrukkelijk bij stilgestaan. Is dat omdat het zo moest blijven? Of is er gewoon simpelweg nog niet aan gedacht? Nou, wat ik vaak hoor, dat er toch wel veel vraagtekens bij de WWZ worden geplaatst. Misschien is dit eentje ervan. Maar gezien de tijd moeten we snel doorgaan naar de derde uitspraak. Wil ik daar wel mee misschien, misschien een leuk artikel hierover kan worden geschreven over de ontbindende voorwaarden. Gezien de haken en ogen die er zijn. Ja. Zeker omdat ik het verkeerd had natuurlijk. rechtspraak, dan wil ik dat toch gewoon lezen. We gaan snel door met de derde en laatste uitspraak van het Hof Den Bosch van 2 maart. Gaat over de WWZ of volgend werkgeverschap. We hebben maar heel kort tijd. Ik denk dat we hier kunnen hier ook wel sneller doorheen gaan. Ja hoor. Dit gaat over het opvolgend werkgeverschap. Heel kort, wat is dat? Waarom is het belangrijk? En dat ziet op de situatie dat een werknemer eerst in dienst is van de ene werkgever, vervolgens van de ander. En dat die tweede moet worden geacht de opvolger te zijn van de eerste. En dat heeft bepaalde arbeidsrechtelijke consequenties. Bijvoorbeeld voor het berekenen van de opzegtermijn, transitievergoeding. Ook de ketenregeling, van hoeveel bepaalde tijdcontracten mag je aanbieden. En dan tellen de contracten van de eerste werkgever ook mee. Ook bij reorganisatie, als het gaat om het afspiegelingsbeginsel. Van hoe ga je werknemers selecteren die voor ontslag in aanmerking komen. En met die WWZ zitten we met het volgende probleem. Dat de regels en eigenlijk de definitie ook van opvolgend werkgeverschap veranderd is. En de vraag is dan, hoe ga je ermee om als een werknemer is overgegaan voor invoering van de WWZ. Maar de rechter moet dat beoordelen na invoering van de WWZ. Nou, daar zijn de meningen ook over verdeeld. Toch altijd met de advocaat. Hè? Ja. Dus toch altijd, dat maakt het ook zo leuk. Juristen zijn het niet altijd met elkaar eens. 20 meningen. Dat is. En daar hebben we dan gelukkig rechters voor om de knoop, knoop door te hakken. Ja. Ik denk dat ik het een beetje kort hou, want die zaak die kwam bij het Hof Den Bosch. En die had wel een vrij eigenlijk praktische benadering. Met ook een wenselijke uitkomst, denk ik. Wat het Hof Den Bosch zei, is van, nou, als nou die overgang plaatsvond voor invoering van de WWZ, dan ga ik dat beoordelen op basis van de regels die toen golden. Dus dan ga ik kijken op basis van dat zeg maar oude recht of er sprake was van opvolgend werkgeverschap. Als het antwoord daarop ja is, dan moet ik kijken naar wat voor gevolgen heeft dat nou in het concrete geval, hè, bijvoorbeeld als het gaat om de opzegtermijn en de transitievergoeding. En dan zegt het Hof, ja, dan ga ik dat weer beoordelen op grond van de regels die op dit moment gelden. Dus na invoering van de WWZ. En wat het Hof daarmee voorkomt, is dat eigenlijk een situatie met terugwerkende kracht verandert. Hè, want het zou kunnen zijn dat op grond van het oude recht je zou zeggen, het is geen opvolgend werkgeverschap, maar op grond van het nieuwe recht misschien wel. Nou, dan zou ergens die juridische situatie zijn veranderd. Nou, dat zou je kunnen kwalificeren als terugwerkende kracht. Dat wordt als onwenselijk gezien. Dus dat probleem lost het Hof daarmee op. Maar is er ook gezegd bij de invoering van de WWZ, in principe hebben die regels wel onmiddellijke werking. Dus vanaf de datum dat ze zijn ingevoerd, moeten ze worden toegepast. Er zijn een paar overgangsregelingen, maar niet voor opvolgend werkgeverschap. Oh. En bijvoorbeeld ook niet voor de transitievergoeding. Dus zegt het Hof, nou, als ik dan kijk naar die consequenties, transitievergoeding, hè, dat heeft onmiddellijke werking. Dan pas ik dat wel toe vanaf de datum WWZ. Dus dat is eigenlijk een hele praktische oplossing. Hè, waar je juridisch
een heleboel van kan vinden, wat ook allemaal gebeurt. Maar ik denk dat zie je ook aan de annotaties. Zeker, ja, ja. Absoluut. Ja. Ja. Maar ik denk dat toch wel de meeste mensen zich kunnen vinden in de uitkomst hiervan. Ja. Maar is er cassatie ingesteld dan of niet? Ik heb er niet van gehoord. Nee, nee, ik heb dat niet. Nee, en dan kunnen we misschien nog heel kort in 2 minuten aanstippen wat precies dan die verschillen zijn. Ja. Want dat kunnen we daarmee eindigen. Ik zal het even kort en bondig. Voor de wet werk en zekerheid waren er 2 criteria. Het eerste was dat die arbeidsovereenkomst dan de wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden moest hebben. Dat was vastgelegd in de wet. En het tweede criterium was op basis van een arrest van de Hoge Raad. Dat noemden ze ook wel het bandencriterium. En dat hield in dat dan tussen die nieuwe en werkgever en die oude werkgever zodanige banden moesten zijn dat die kennis die die oude werkgever had van die werkzaamheden van die werknemer, dat moest worden toegerekend aan die nieuwe werkgever. Nou, wat is er gebeurd met de WWZ? Minister Asscher heeft gezegd, nee, dat is te streng uitgelegd, te beperkt door de Hoge Raad. Er gaat een streep door dat bandencriterium, is ook echt uitdrukkelijk in het nieuwe wetsartikel afstand van genomen. Maar daar komt iets voor terug. Dat is niet opgenomen in de wettekst, maar dat blijkt uit de parlementaire geschiedenis. Dat heet het aanleidingscriterium. En dat houdt dan in dat zo'n overstap van een werknemer, van oud naar nieuw, dat dan het gevolg moet zijn van een situatie die voortvloeit uit het handelen van ofwel de oude ofwel de nieuwe werkgever. En daar is nu wel ook wel behoorlijk wat onduidelijkheid over. Van wat wordt daar nou precies mee bedoeld? De wetgever geeft een aantal voorbeelden. Bijvoorbeeld verlies van concessie, doorstart naar faillissement. Dat zijn allemaal situaties waarin wel sprake is van opvolgend werkgeverschap. En je ziet dat dan heel erg gekeken wordt naar de werknemer volgt het werk. Dat lijkt dan het idee te zijn. Maar daar worden dan ook weer uitzonderingen op gemaakt, waardoor het weer wat onduidelijk wordt wat er in andere situaties zou gebeuren. Dus nou ja, goed, let het op de tijd. Ik denk to be continued, dit onderwerp van het aanleiden. Omdat er nog zoveel discussie bestaat. Dus ook hier misschien een reden om een annotatie of een leuke. Ja, want aan de ene kant wordt het verruimd door het weghalen van het bandencriterium. En aan de andere kant wordt het zeer beperkt. Oké, dankjewel voor jullie toelichting en commentaar op de 3 uitspraken die wij hebben besproken. Voor mij ook interessant om dat allemaal mee te krijgen. Aan het webinar zijn ook formaliteiten aangekoppeld. En een van die formaliteiten is, als u het PO-punt wenst te ontvangen, moet u de 5 vragen die na afloop van dit webinar in beeld komen, moet u die beantwoorden. En wanneer die zich goed beantwoord hebt, krijgt u het certificaat. En het certificaat komt in uw eigen Mijn AVDR op de website. Dan kunt u inloggen en kunt u daar het certificaat downloaden. Dat is voor de orde. Verder hebben we dan een kleine opmerking voor van de Academie voor de Rechtspraktijk. Zoals elk jaar gaat de Academie naar Cambridge, dit jaar naar King's College. Ook op het terrein van het arbeidsrecht. En daarvoor zou ik u willen verwijzen naar de website van de AVDR. Dank u wel voor uw tijd en ik hoop dat u er veel van geleerd heeft. Ik in ieder geval wel. Dankjewel Kim, dankjewel Karel voor de toelichting en de uiteenzetting. En hierbij tot een volgende roundtable. Dankjewel.